Welkom bij les 1 over licht. We gaan deze les kijken naar breking. In het boek wordt meestal genoemd een opgave als de lichtstraal breekt van lucht naar water. We gaan nu even kijken wat er gebeurt als het andersom is. Als eerste, teken altijd normaal. Heb ik hier gedaan, staat loodrecht op het oppervlak. Niet loodrecht op de lichtstraal, loodrecht op het oppervlak. Tweede stap die we doen is het opschrijven van een formule. En de formule voor breking luidt: de brekingsindex n is gelijk aan de sinus van de hoek van inval gedeeld door de sinus van de hoek van breking. Normaal gesproken hebben we hier onze hoek van inval. En nu is dat niet zo, want deze brekingsindex n die geldt van lucht naar water. Maar we gaan nu van water naar lucht. Dat betekent dat deze hoek is hoek R, een hoek van refractie, en aan deze kant krijgen we dan hoek I. Dat is niet zo'n heel probleem, want een lichtstraal, deze lichtstraal gaat van boven naar onder. Maar lichtstralen zijn omkeerbaar, dus we kunnen net zo goed bedenken dat de lichtstraal van onder naar boven zou gaan. Daarmee kunnen we een stuk verder komen. We hebben een geodriehoek. Zonder geodriehoek kunnen we geen lichtstralen tekenen. Kunnen we geen hoeken opmeten. Zorg dat je altijd je geodriehoek paraat hebt. Nou, deze hoek R meet ik nu op, laten we zeggen, 31 graden. En de brekingsindex van lucht naar water is 1,33. Dus ik kan de formule invullen. 1,33 is gelijk aan de sinus van de hoek van inval. Die hebben we nog niet. Die gaan we dadelijk uitrekenen. Gedeeld door de sinus van, wat zeiden we, 31 graden. Dat betekent dat sinus I is gelijk aan 1,33 keer de sinus van 31 graden. Dat kunnen we uitrekenen. Hier blijven. Dat zullen we ook even uitrekenen. Hier komt uit 0,69. Even opletten, we hebben nu de sinus van de hoek van inval. Dat is 0,69. Ik wil alleen de hoek van inval hebben. Dus die sinus moeten we even wegwerken. Dat betekent dat we de boogsinus moeten nemen. Of op de rekenmachine is er het knopje sinus min 1. En als we dat invoeren op de rekenmachine, dan komen we uit op een, komen we uit op een hoek van 43 graden. Die hoek, die kunnen we ook aangeven. Ik draai mijn geodriehoek om, netjes langs de normaal. Ik kan een markering geven hier bij 43 graden. De geodriehoek mag weer even aan de kant. En ik kan mijn lichtstraal kan ik nu verder tekenen. Mooie rechte lijn, de kleur rood. En daar vandaan. Deze kant op. Stopt hij daar? Nee, daar stopt hij helemaal niet. Hij stopt pas als hij iets tegenkomt. We kunnen nog even netjes bijzetten dat dit nu hoek I is. We hebben ons hoek R van breking, ons hoek I, de invallende lichtstraal. Het is niet helemaal eerlijk, want de invallende lichtstraal is natuurlijk deze hoek. En dit is de gebroken hoek. Maar omdat de brekingsindex altijd geldt van lucht naar water, doe ik net eventjes alsof dit de invallende lichtstraal is. En alsof dit de gebroken lichtstraal is. En voor de berekening klopt het nu verder wel. Deze hoek is 43 graden en deze hadden opgemeten op 31 graden. Dus, even samenvatten. Begin met de normaal. Vervolgens gebruik je de formule. Die gaan we invullen. Dat kunnen we uitrekenen. En tenslotte kunnen we de juiste lichtstraal tekenen. Oké, tot zover. Dank voor je aandacht.